Vakka boys, nieuw bril. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Bishlamabad. Hi. Oh, wat heerlijk. Ja, ja, ze hebben hier ook lekkere High Pro in Spanje. Alleen heet het hier YoPro. Ja, geen idee waarom. Ja, nou, aan jouw Gucci tas te zien heb je wel echt heel veel geld, ja, toch? Ja, dat dragen alleen mensen die echt heel veel geld hebben. Daarom, daarom. En die bril, ja, die spant echt de kroon. Ja, dat, ik denk dat jij sowieso wel echt 3,50 euro op je rekening hebt. Ja, nice. Maar weet je wat ik wel denk? Zeg maar, omdat jouw bril echt is, maar je tasje nep, denken mensen ook gelijk dat je bril nep is. Ja, klopt. Ga lekker varen. Ik hou van mijn bier. Ik hou van mijn bier. Dikke, ze vinden het knap. Ze blijven zitten, ik zette die stap en nu maken we op. Het begon als een grap en nog steeds op de... Ik heb hier een vraag. Wie heeft er een grote penis, jij of Gio? Ja, ik kan ook niet zo lekker. Het is moeilijker. Ik ben een studie. Ik kan niet zo lekker. Ik ga vragen naar de Dana, toen zij komt. Ja, we zijn zelf aan het inchecken en de spanningen lopen hoog op. Dus ja, ik dacht, ik begin te filmen. Oh, Paka, luister dan. Ja, daar gaan we weer hoor. Daar gaan we weer. Ik zeg, we kunnen beter zelf inchecken, want die rij, er staan ja, dat is echt niet normaal. Mensen. Ja, dat... Dus Jan zegt, nee, we gaan daar inchecken. Dus ik zeg, je kan hier inchecken. Ze zegt, nee, dat is alleen voor handbagage. Dus ik zeg, nee, je kan daar ook je grote koffers inchecken. Hij zegt, nee, is alleen handbagage. Ik zeg, nee, je kan ook de grote koffers inchecken. Nee. En zo gingen we even, zeg maar, 5 minuten weer. Ja, ja. En nu staan we hier. En je kan dus ook je grote koffers inchecken. Maar ja, je ziet het, een relatie doe je samen. Ik heb geen geld meer. Dus let's go. Nou, pas op voor mijn bril. Wat zou je willen doen als morgen je laatste dag was? Ik denk dat ik dan nog lekker naar een waterpark met jou zou. Nog wat glijbaantjes pakken. Nou, dat is echt hetgeen wat ik niet zou doen. Ik zou... ik denk gewoon alle soorten drugs gebruiken die er bestaan eigenlijk. Ik denk LSD. Zo erg. Dan maak je niet eens meer echt je laatste dag mee, want dan ben je helemaal de weg kwijt. Nou, zijn Nederlanders veel aangenamer dan Belgen? Nee, niet per se vind ik. Ik vind Belgen ook altijd wel vriendelijk. Belgen zijn altijd heel ambetant. Ik ben heel netjes. Dat betekent ambetant toch? Oh. Ambetant betekent echt super irritant. Oh. Ja boys, bestemming 2. Wat vinden jullie nu zo leuk aan met mij op vakantie gaan? Nou, we vinden het niet leuk, we vinden je alleen een beetje zielig. Oh, ja, dat verklaart een hoop. Nee, voor de rest ben je wel gewoon een leuke vriendelijke jongen, je hebt niet zoveel last van jou. Nou, vriendelijk. Kunnen we wat sneller gaan? Mijn video's gaan iets sneller. Dus, je kan toch knippen, jongen? Beetje, ja, een beetje pace erin alsjeblieft, mevrouwtje. Nee, ik denk dat mensen het juist leuk vinden als je allemaal iets langere video uploadt. Nou. We houden gewoon van jou. Oké, dat is lief. Beroemde VTM-ster zit hier lekkere drankjes te maken. Bro, dit zijn geen glazen, maar fazen, gap. Dat is fucking veel, hè, Jek. Mannen gewoon... liggen, vrouwen liggen, maar nummers liggen niet, gap. Als ik hier zou wonen, zou ik echt alcoholieker worden. Die hard. Dat probleem heb ik ook al 6 jaar. Ja, juist. Hey, wat boys. Vandaag ga ik eten in de lucht. Ik heb wel hoogtevrees, dus ik ga zien hoe dit gaat uitlopen. Ja, man. Oh, daar heb je mij mee in psycholoog. Maar de laatste tijd denk ik dat ik meer ja moet zeggen en minder moet aftrekken, dus... Ik heb een psycholoog meegenomen, ze zit haar make-up te doen. Ja. Je moet er wel mooi uitzien als jij in je broek zit te schijten van de hoogte. Ja, true. Maar je ziet er sowieso mooi uit, dus het scheelt. Hey, en wat Dagu. Dit wordt mijn huis-sit voor vandaag. Toch, Wolfie? High five. Ja. Ja, toch, boys. We gaan lekker naar Kijkduin. Heb je er zin in? Ja. Ik heb niet zoveel enthousiasme vanaf, Alex. Nee, want ik heb hoogtevrees toch, dus we gaan kijken. Ben je daarom zo nerveus? Oh, dat is gewoon omdat jij bent. Oh. Oh jezus. Is dit voor je eigen ding of voor je werk? Okay. Of is het privé? Ja, dit is privé gebruik. Ja, privé. En we kunnen alles allemaal gek doen. Ja, je kan gewoon schelden, je kan zeggen wie je echt een teringlijer vindt. Gewoon, ja, dat kan. We gaan even zo'n beetje wijn zuipen, helemaal leuk. Hey wat boys, we zitten lekker in de lucht. Ik ben aan het shoppen. Ik ben hier met mijn vrouw. Het is gezellig. Ja, ja. We zijn er gewoon. Prachtig verhaal. Ja, toch? Ik ben met Sam op een kali, we chillen in Dami. Ze willen nu komen, maar kan niet. Helaas wil de jongen geen balie, maar ik heb die magie. Ik breng die flavor als magie. Ik word zo moe van die